Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Peter Warman. Peter, je bent de CEO en co-founder van New Zoo. Ja, goed. Wat doen jullie? Wat doen wij? Ja. Ik heb hierheen nagedacht hoe dat in het Nederlands zou verwoorden. Dat is helemaal niet zo Ik ben er nog niet uitgekomen, begrijp ik. Internationale games. Nou ja, ik heb bedacht van wij inspireren individuele mensen en geven ze praktische tools om optimaal gebruik te maken van het succes van games. Dat is expres een beetje vaag geformuleerd, want daar kan ik nog veel kant op. Ja, dat zijn wel twee heel verschillende dingen, want het inspireren van mensen is best een vak apart. En het bieden van tools waarbij mensen optimaal kunnen gebruik kunnen maken van de populariteit van games, dat is wat concreter. Precies. Laten we daar eerst eens even over beginnen. Want wat voor tools zijn dat die jullie bieden en wat kunnen mensen daar dan mee? Ja, precies. Die tools zijn data-gedreven tools. Eigenlijk zijn we een soort marktleider, wereldleider op het gebied van market intelligence, marktdata over games. En precies. Het is van nut voor gamebedrijven zelf, maar het is van nut, en dat is groeiende, voor eigenlijk elk bedrijf wat bezig is met consumentenervaringen. Want games trekt zoveel tijd naar zich toe. Iedereen wil er iets van weten. Nou, dan gaat het dus over commerciële partijen die willen aanhaken bij die populariteit. Ja. En willen adverteren of willen sponsoren of zichtbaar willen zijn op die platform. En daarom zeg ik inspireren, want soms willen ze eerst begrijpen wat het nou is. Ja. En wij als bedrijf vinden het ook leuk om proactief over trends na te denken en daarover te publiceren. Ja. Maar daarnaast, als ze eenmaal actie ondernemen, dan hebben ze cijfers nodig en hebben ze echt een harde mening nodig. En dat doen we allebei. En om dat nog even helder te krijgen, je zei we analytics, we verzamelen data. Waar gaat dat dan over? Weten jullie bedrijven exact hoeveel mensen er exact FIFA spelen, Fortnite spelen, op wat voor devices, in welke landen, in welke steden? Gaat het over dat soort analytics? Dat is letterlijk wat je bij ons kan kopen, als je wil, als je interesse hebt. Ja. Maar inderdaad, in elk land van de wereld, welke games zijn populair, hoeveel verdient die game, hoeveel groot verwacht je dat dat land is over 5 jaar? Ja. Wat voor genres zijn daar populairder dan in het land ernaast? En om dat te kunnen zeggen, heb je een veelheid, blijkt eigenlijk in de historie van New Zoo, een veelheid aan databronnen nodig, die gecombineerd tot iets slims kunnen komen. En dat hebben we denk ik goed gedaan. Hoe verzamelen jullie die data? Ja, ik reis de hele wereld rond en ik raap op wat ik tegenkom. Nee, maar bedoel je hebt geen pixel geïmplementeerd in de game, dat is ook een soort van methodiek inderdaad. Je hebt denk ik 3 of 4 soorten manieren waarop we data vergaren. 1 is, zo zijn we begonnen met Tenis Nipo samen. Gewoon enquêtes doen op straat, aan de telefoon en online. Ja. Gewoon consumentenonderzoek, zodat Nielsen dat allemaal doet. Dat doen we nog steeds, voor 30 landen, elk jaar. Zijn bepaalde inzichten die je alleen maar op die manier kan vergaren. Maar een tweede manier is om samen te werken met partners die bijvoorbeeld software hebben draaien op de PC. En het liefst nog software die gamers veel gebruiken. Gamers gebruiken Discord om te communiceren, Overwolf om tooltjes te kopen. Allemaal software. En wij hebben een aantal van die partners die geen persoonlijke data leveren, maar geaggregeerd hoeveel werd vandaag FIFA gespeeld en hoe lang. En dat krijgen we dan in een pompo erin. Daarnaast trekken we inderdaad de API's, of zeg maar wat het publiek beschikbaar is van YouTube en Twitch naar binnen. En dan heb je nog onze eigen modellen die we bouwen, die voorspellen op basis van algoritmes en censusdata over de wereld. En dan zijn er nog wat exotische manieren waarop we data verzamelen. We hebben ook partners die inderdaad een stukje software in een app hebben draaien. En toevallig een app die de meest gebruikte push notification supplier is in de wereld. Je hebt 2 miljard smartphones, dat is 2 op de 3 smartphones. Daar draait die software op en dan krijgen wij wat data van. Ja, je zei net tussen neus en lippen door, we zijn wereldleider op dit gebied. Hoe word je dat? Want dit lijkt me iets wat heel veel mensen willen weten. Dit is booming business. Ja, dat is. Ik durf het nu wel hardop te zeggen. Is het ook lastig repliceerbaar dan wat jullie doen? Het is lastig bij te houden, denk ik. Omdat ze wel de ontwikkelingen zo snel gaan? De ontwikkelingen zo snel gaan. Met hoeveel man doen jullie dat dan? Nu zijn we met z'n 80'en. Een jaar geleden met z'n 40'en. Ja. Waarvan er 70 in Amsterdam en een handvol in San Francisco en een handvol in Shanghai. Want de wereld is zo wereldwijd. Maar het is inderdaad moeilijk, heel moeilijk
bij te houden. De vragen zijn telkens anders. De databond die nodig zijn, zijn anders. Want Twitch, toen wij begonnen, bestond helemaal nog niet. En nu gebruiken mensen Twitch-data voor hele grote beslissingen. Dus we hebben dat moeten integreren en zo. Dus we zijn altijd bezig met de volgende stap. Er was één concurrent die min of meer hetzelfde deed. Die is door Nielsen gekocht op het tijdstip dat wij een investering ophaalden om versneld te groeien. Dus zij werden geïntegreerd en wij zijn nu een scale-upje eigenlijk. Ja. Hey, ik was op eSports X en daar deed jij de openings... De openings act. Met grote passie voor het onderwerp. Maar kun jij nu dus wat voorbeeld geven? Een bedrijf dat bij jullie komt en dankzij jullie informatie een bepaalde actie onderneemt. Voor wie ben jij van belang? Enerzijds de insiders. En dan zal ik een voorbeeld ook noemen van echt een outsider die voor het eerst naar binnen wil en succesvol iets doet. Een insider, en ik weet niet of ik de naam kan noemen, maar je hebt... Mag van ons. Mag alles. Laat zeggen, een van de grootste mobiele games in de wereld en die uitgever daarvan, die was redelijk succesvol in Zuidoost-Azië. Maar hij wist niet waar de max zat, want de verschillen waren heel erg anders. En hij kon door rekeningen te houden met hoe... Die markt groeit allemaal heel snel. Maar hun genrevoorkeuren zijn heel anders. Maar wij konden voorspellen over 3 jaar hoe groot die markt zou zijn in dat genre. En dat resulteerde in een ander strategisch besluit dan ze wilden. Maar ook anders dan alle concurrenten. En zij hebben mij daarna, 2 jaar daarna, bedankt. Want zij zijn volledig marktleider naar Vietnam in dit geval. En die data van ons gaf dat aan. En daarmee hebben ze de concurrenten outsmart, zijn ze sneller geweest. En het is voor een heel wereldberoemd... mobiel gamebedrijf. Ja, dat is gewoon heel gaaf. En dat is voor een insider, smart moves in Zuidoost-Azië, the hottest region in the world. En voor outsiders is het, hey Peter, je hebt Red Bull, hè? Dat drinken gamers veel. Ja. Maar wij maken yoghurt. Wat denk je? Is er een kans voor ons met gamers? En om dan dat traject in te gaan om zowel creatief mee te denken, kijken wat er in Amerika gebeurt, en met je data te kunnen kijken welke titels van games en welke kanalen op YouTube gekeken worden door mensen die vatbaar zouden moeten zijn voor een gezonder alternatief voor Red Bull. Maar die wel een energieboost kunnen gebruiken omdat ze vaak 's avonds laat gamen. Nou, dat konden we uitvogelen en genoeg kwantificeren waardoor zij konden kiezen, we moeten het doen. We gaan al onze bureaus erop zetten, we gaan een product maken. Het product is nog niet in de winkel. Maar er komt dus een yoghurt-energiedrankje met gamemerken erop, op gamers gericht. En daar hebben wij aan meegeholpen. En dat vind ik, ik heb productontwikkeling gestudeerd. Dat vind ik het mooiste wat er is, iets echts eigenlijk. Ja. Ja, als je productontwikkeling hebt gestudeerd, is sowieso die hele gamewereld interessant natuurlijk. Hè? Want zo'n dag ook, ik ben er de hele dag geweest bij die eSports X. Jij vertelde er ook over. Een van de boeiende dingen, er zijn veel boeiende dingen aan die eSportswereld, is dat maar... De standaard eigenlijk is dat iedereen alles kan spelen. Het begint niet met je krijgt toegang door te betalen. Maar je krijgt eigenlijk toegang als je maar je computer hebt en als je internet aansluit. Ja. En daarbovenop zitten allerlei verdienmodellen. Ja. Als je vanuit productontwikkeling komt, wat vind jij daar interessant aan? Sowieso vind ik de... Op een gegeven moment weet ik nog, 5 jaar geleden, 6 jaar geleden, er waren games die leken wel gratis, maar je kon nooit de beste zijn, kon nooit ontwikkelen als je niet zou betalen. Dat is allemaal op mobiel geprobeerd, want honderden miljoenen mensen speelden die games. Dus ze konden alles A/B testen, ze konden alles testen. En uiteindelijk bleek, je moet gewoon mensen die gratis spelen net zo'n leuke ervaring geven als mensen die misschien wel 1.000 euro per maand willen uitgeven. En daar zijn hele creatieve modellen uitgevonden om mensen die eerste betaling te doen. En iedereen die over games nadenkt, denkt het gaat om kleertjes of een level kopen of zo. Maar de slimste uitvindingen zijn meer gebeurd om tijd te besparen. Dus je mag 20 seconden wachten of leg je 30 cent neer. Ja, als je gewoon niet kan wachten. Maar veel mensen hebben meer tijd dan geld, dus je mag kiezen. Ja. Laat de keuze maar aan de gebruiker. En de andere die ik wel leuk vind, elke keer als je een game begint, krijg je van 30 karakters, krijg je random 1 karakter. En daarmee speel jij de game.
Maar je kan hem op het allerhoogste niveau spelen. Maar als je echt goed wil worden, moet je wel handig worden met zijn wapentjes en zijn karakter. Dus als je verder wil ontwikkelen, echt op een hoog niveau, dan koop je het recht om het karakter te kiezen. Dus de right of choice betekent. Nou, dat soort uitvindingen vind ik best wel slim en ook interessant om op die manier te kijken naar de echte wereld. Ja. Wat vertaal jij dit is naar de echte wereld? Nou, ik stond bijvoorbeeld voor boekuitgevers. Voorrang, die snap ik, zeg maar. Hè? Want dat zie je ook bij concerten natuurlijk, bijvoorbeeld. Ja, dan heel makkelijk, voor boekuitgevers. Ik stond te presenteren voor boekuitgevers. Ik vertelde dat van Candy Crush. Je wacht 30 seconden of je betaalt wat. Dat is makkelijk, tot naar boeken. Leg eens uit dan. Nou, je laat mensen gratis, je geeft ze gratis boeken. En na 10 seconden op een e-book, of na 10 bladzijden, moeten ze 20 seconden wachten. Dan kun je weer verder lezen. Dus iemand die meer tijd heeft, kan gewoon jouw boeken daarvan genieten. Maar iemand die wel het geld heeft, of haast heeft of zo, die zal wel gaan betalen. En zo voorkom je dat mensen teleurgesteld zijn met een product wat ze kopen. Want ze kunnen het altijd helemaal gratis proberen. En zelfs kiezen om helemaal niks te betalen. En zo heeft iedereen kan zijn geld-tijdbalans zelf instellen. En dat is een beetje, dat vind ik een interessant gegeven. Ja, ja. Want ga jij ook zo op deze manier met gameontwikkelaars in gesprek, want jij hebt zoveel data, jij weet meer dan die anderen, zeg maar. Ben jij ook een adviseur op dit gebied? Voor gameontwikkelaars in het verleden misschien wel. Maar je moet niet vergeten dat gameontwikkelaars, die hebben direct contact met consumenten. Dus als hun game 10 miljoen spelers heeft, krijgt ze een overload. Die hebben heel veel data zelf. Ja. Dus je moet wel heel slim zijn, wil je met data iets toe kunnen voeren. Dat kunnen we wel, voor bepaalde vraagstukken. Maar persoonlijk ben ik eigenlijk meer bezig met het vertalen van successen in game mechanismes naar andere markten. Niet dat gamebedrijven niet met mij willen praten, maar ik heb andere experts die wat dieper echt in de games zitten. Want inmiddels ben ik ook bijna 50. En eigenlijk speel ik zelf niet heel veel games meer. Ik heb een passie voor de business van games en ik kijk games, maar spelen heb ik even de tijd niet voor. En dan kijk je naar andere markten. Je zei voor dit gesprek ook dat als we echt met jou de diepte in willen, dat we het beter kunnen hebben over andere dingen dan games. Ja. Ja, dat je zoveel, nou, nee. Ja. Nee, maar je zei even zo tussen de neus en lippen door. Ja, ik heb ook wel zoveel geleerd uit die gamewereld dat ik ook wel echt ideeën heb van hoe je de wereld zou kunnen verbeteren door die mechanismen. Nee, dus komt misschien met ouderdom die wens om een beetje iets. Ja, maar iets groter ik wel intrigerend. Ja. Want het is natuurlijk eigenlijk een heel een geïsoleerd wereldje, de gamewereld. Ja. Waarmee heel veel mensen snappen dat niet, hè, die wat ouder zijn. Ja. Wat voor dingen zitten daarin die jou zo inspireren? Nou, de aanleiding is ook een beetje dat games heeft natuurlijk allerlei in de evolutie heel veel meegemaakt, waardoor ze meer tijd mensen er meer tijd aan besteden. Ja. Onder mobiel, dan kun je overal gamen. Hé, we maken de games gratis. Je kan met meerdere mensen aan elkaar spelen. Allemaal dingen die meer mensen aantrekken. Toen kwam dat hele kijken naar games. Minecraft met miljarden views per maand. Ja. Dat is weer een verdubbeling van de tijd. Maar nu is er bijna een soort theoretisch plafond met waar games nog meer tijd kunnen halen. En wat je nu ziet gebeuren zijn twee assen. Eén is de lifetime van de gamer. Dus dat ze mij nog steeds kunnen entertainen. Mijn aandacht kunnen trekken. Terwijl ik niet game. En dat lukt ze. Ik kijk naar professioneel e-sports nu. Ik koop nog game spullen. Ik heb een Mario shirt hieronder. Ja. Dat lukt ze. En de andere as is om game elementen in ergens anders in te brengen. Of om de echte wereld in games te brengen. Dus mensen een concert aanbieden in een game is een manier om concerttijd in jouw game te brengen. En game mechanismes in de echte wereld brengen is een manier om als gamebedrijf misschien weer nieuwe toepassingen te vinden. Maar laten we over dat eerste beginnen. Maar je zegt, breng de echte wereld in de games. Er is natuurlijk veel mee geëxperimenteerd, lange tijd. Ook door, zelfs toen ik bij de publieke omroep werkte, bij de NOS. Ja. Als hoofdnieuwe media, toen dachten we van, wij moeten in die games moeten we zien te komen. Dus als je in een game... Het journaal in de game. Als je over straat loopt en je ziet daar een groot billboard. Ja. Waarom draait daar niet het NOS-journaal? Weet je? Dus dat mensen misschien ook nog even de headlines. En dan een real-time pijpje erin. Zodat dat kan natuurlijk tegenwoordig allemaal. Ja. Dat was 10 jaar geleden nog heel ingewikkeld.
Heb je het over dit soort dingen? Dat je zegt, nou, exact, als we de jonge mensen waar wij toch, waar wij natuurlijk als oude lullen ook allemaal wel kritiek op hebben, dat we allemaal in die games zitten. Ja. Je op die manier bewust kunnen maken van cultuur, van weet ik wat, is dat wat je bedoelt? Ja, het is eigenlijk exact wat ik bedoel. En ik herinner de tijd, toen de Zoo startte in 2007, zoals Massive en advertising. Ja. Maar de hoeveelheid mensen die op één ogenblik in een game zit, was op dat moment nog niet genoeg. Ja, maar de meeste games zijn echt wereldwijd online en multiplayer. Ja, en real time. En nu komt het eigenlijk weer terug. En die jongeren, die zien nu eigenlijk de communicatie met hun vrienden begint vaak in een game. Dus Discord, ze doen Discord aan, hun game communicatiemiddel. En dan gaan ze kletsen, wat zullen we gaan spelen? Dus soms is ook de enige plek waar ze kan treffen, is in die omgeving. Ja. Dus het heeft ook nut. Daar zie je ook veel meer mogelijkheden nog. Ja. Nog veel meer. Nike heeft zijn schoen pas gelanceerd in Fortnite. Je hebt Solomon, die DJ, treedt op een Grand Theft Auto om de paar weken. En er komen daar miljoenen mensen op af. En gamebedrijven zien ook al hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen over sport blijven nadenken. Of soms ook wel wat goeds doen. En daar zie ik ook wel, of goeds, het is allemaal goed wat ze doen, maar om bewustzijn voor dingen, om daar mee te helpen. En daar zie ik nog wel veel in gebeuren. Ik hoor veel gamebedrijven daarover praten, van hoe gaan we dat doen? Maar wat bedoel je dan? Je noemt nu sport. Ik zou viel me ook op je website, hoor, dat je een onderscheid maakt tussen games en e-sport. E-sport is weer wat anders dan sport. Ja, precies. Hoe kijk jij tegen dat hele spectrum aan? Want je zegt, bedoelde je volgens mij dat je ook de jongens wel een beetje aan het bewegen wil krijgen. Het is niet gezond om de hele dag te... Het is gelukkig wel zo dat in het algemeen mensen die veel gamen, ook in Nederland, relatief veel sporten. Is dat zo? Het is alleen waar... Blijkt dat uit jullie data? Ja dat is gelukkig. En dat moeten we ook vaak... of dat wordt gevraagd om kunnen jullie dat ergens bewijzen? De Europese Unie vraagt... Maar daar doe je onderzoek naar. World Health Organization vraagt dat. Ja. Ja. En we zullen objectief... rapporteren, maar sommige stigma's zijn gewoon niet waar. Het is gewoon zo populair dat dat een groep is die ergens te ver in gaat. En de tijd is meer ten koste gegaan van tv en andere manieren van consumptie dan per se van, in ieder geval van sporten. Ja. Dus dat is goed nieuws. Maar de gamebedrijven willen nu ook graag, die hebben nu ook live events en waar je met elkaar kan gamen, maar ook andere gezellige dingen kan doen. En dat neemt een grote vlucht. Gestimuleerd door die gamebedrijven die ook het imago, een beetje van het imago af willen, dat ze alleen maar zuigen naar die digitale omgeving. Ja. Ja. Zie, als je het... je zegt, het startpunt van je bedrijf is, wij hebben data. Daarmee kunnen we bedrijven... geïnteresseerden helpen. Ikzelf op dit moment ben veel bezig met kijken naar de buitenwereld. Wat kun je leren van de gamewereld? Wat is het belangrijkste dat een andere wereld kan leren van de gamewereld? Een ding, maar dat is meer zakelijk. De games heeft altijd data enorm gewaardeerd. En als ik bij een tankstation bedrijf was, ik pas... En die hebben alle kentekens. Die nemen alle kentekens op. Ik zeg, wat doen jullie met die data? De schitterende data. Dan kun je kijken wat voor Volvo XC90 ze zijn afgelopen maand. Dan kun je naar de concurrent toe gaan. Dan kun je een campagne doen. Met die data doen we helemaal niks. Dat is alleen om dieven te pakken. Dat is onbegrijpelijk voor gamebedrijven. Maar de hele wereld heeft het ook heel veel over dat data waard is. Nou, dat is een zakelijk ding. Wat mij het meest bezighoudt is de vrijheid die mensen hebben om hun tijd en geld... hoeveel tijd en geld ze besteden in een gameomgeving. Daar zijn mensen vrij in. En dat vind ik eigenlijk dat in de echte wereld... dat is precies wat er een beetje ontbreekt. De Amerikanen zeggen de welvaart gaat allemaal goed... maar het is steeds meer zwart-wit. En ik zie uitvindingen in games... zoals hoe het geld werkt in games... die zijn gemaakt om dat op te lossen. En nu dat maakt dat eens concreet? Als je in een game zit, heb je meestal, misschien zie je het plaatje voor je, dus heb je meestal muntjes en heb je soms wat anders. Heb je steentjes of diamantjes of zo. En de een is meer gerelateerd aan tijd en de ander is best wel hard geld. Ja. Dus als jij geld besteedt, krijg je vooral die muntjes. Maar als jij bijvoorbeeld een tijd lang de game niet speelt, krijg je steeds meer diamantjes. Die uiteindelijk misschien één muntje kan omwisselen, maar steeds meer diamantjes. En die halen jou terug naar de game.
En als je veel tijd besteedt, krijg je heel veel diamantjes en kan je toch veel in de game doen. Dus die tweesplitsing is nodig om succesvol geld te verdienen met de game. Maar ook de mensen die alleen maar tijd willen besteden, ook te belonen. In het begin was het één currency. En toen kreeg je in China allemaal flats vol met Chinezen. Die gingen minen. Dus die gingen gewoon heel veel tijd besteden. Dat werden muntjes. En dan die muntjes weer verkopen. Ja. Dus dat wilden ze ook niet. Dus die tweelaagse economie die er in alle succesvolle gratis games is. Twee dingen. Waar wij alleen maar vage loyalty systemen hebben van KLM en Albertijn. En daarnaast de harde currency. Al die loyalty dingen moeten vervangen worden. Één ding worden waar mensen die liever goed tijd besteden. In ieder geval een basisinkomen. In ieder geval bepaalde dingen kunnen doen. En het is mijn... Ik ben nu bij de grote der aarde, de tech giants, probeer ik zo hoog mogelijk in de boom daarover te praten. En dat is gewoon een persoonlijke passie. En ik ben in mijn hoofd bezig met hoe dat in de praktijk zou kunnen werken. Ja, dat is eigenlijk een geldmiddel, een currency in goed Nederlands. Ja. Die tijd weerspiegelt. Ja. Ja, waarmee je misschien niet alles kan wat je met hard geld kan. Ja. Waarmee je wel elkaar kan helpen en op een bepaald niveau kan leven. Dat meestal ook meer dan voldoende is voor de mensen die, zeker de mensen die gekozen hebben om er niet heel hard te gaan werken. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook weer zo'n... Een andere vorm van een basisinkomen, zeg maar. Ja, precies. Daar ben ik een beetje mee bezig als ik niet druk ben met die 80 mensen die juiste richting op sturen. Ja, dat wilde ik net zeggen. Je hebt er vast heel veel tijd voor als je verdubbeld bent het afgelopen jaar. Nee, dan weet je hoe het met de schaarste zit in ieder geval. Ja, maar het is natuurlijk wel fascinerend dat jullie in die gamewereld en jullie doen daar dag in dag uit onderzoek naar. Dus je weet daar... Ja, je praat met al die partijen die zo... Dwars over al die verschillende games heel veel van. Ja. Hoe die mechanismen die je daar ziet, hoe je die zou kunnen vertalen naar dingen die waarde toevoegen. Ja, dat zie ik heel veel meer gebeuren. Zelfs de Uber-app is eigenlijk één grote game geworden natuurlijk. Met rankings en diamantjes. En tegenwoordig als een Uber-chauffeur 3 keer een rondje doet binnen de ring, een rit, dan krijgt hij een 9 euro bonus. Ik weet niet of je dat weet. En dan mag 2 keer per dag mag hij een richting kiezen waar hij op gaat. Dat weet je misschien wel, want dan wil hij naar huis. Maar hij heeft iets van 5 van die game elementen nu gekregen. En in november krijgt hij na elke 50ste rit al het geld. En elke dag moet je die keuzes maken. En de chauffeur zegt tegen mij dat het hun leven leuker heeft gemaakt. Ja? Dat is telkens een beetje van die keuze. En dan, oh, ze hebben gewonnen. Ah ja, ze hebben deze goed gedaan. Ah, ja. En ik denk dat je heel veel meer van dat soort dingen gaat zien. En het soms niet eens beseft dat het een relatie heeft met game mechanics. Ja, dit zijn eigenlijk oude, ook wel weer ouderwetse gamification. Ja, eigenlijk, dat noemden we 10 jaar geleden gamification. Ja. Waarbij je probeerde spelelementen te vertalen richting de gewone wereld. Zie je daar ook een revival van, maar nu op basis van data, niet op basis van vage ideeën? Ja, ik ben meer van de vage. Vanavond ben ik van de vage grote ideeën. Ja, maar je bedrijf niet. Mijn bedrijf niet. Zeker dat data... Ik hoop er nog dat hij op basis van dat hij de verstand van zaken zou hebben. Nee, ik kan ook best wel weer switchen, hoor. Ja. Daar is data-gedreven engagement en ook educatie, educatieve dingen waar gepersonaliseerd wordt en met data daar slimme dingen wordt gedaan. Dat is ontzettend interessant en er gebeurt ook heel veel. Het is niet saai. Nee. Hey, vorig jaar heb je een meerderheid van je bedrijf verkocht. Advanced Media, inderdaad. Ja. Een traditionele media publisher bekend van Wired. Dat is gewoon een ouderwetse uitgever, laten we het maar zo zeggen. Ja. Wel van een paar hippe bladen, maar het is gewoon een uitgever. Het is gewoon een uitgever. Vond ik helemaal niet logisch. Nee, het is ook niet wat we eerst hadden bedacht, maar het ligt wel in de categorie die we hadden bedacht. Want we zochten trouwens alleen investeringen, om een scale-up te zijn. En zij zeiden als echt Amerikanen, the only thing we don't really like about this deal, that we want to put more money to work. Ze wilden meer investeren, ze geloofden heel erg aan ons. Ja. En toen hebben we de voorwaarden geschreven waaronder dat kon, wat aandeelhouders uitkopen. En hebben ze ja op gezegd, dus dat is gebeurd. En ze zijn ook de obvious complete koper in 2,5 jaar van nu. Zij zijn geen VC uit Silicon Valley. Wij zijn een B2B bedrijf in Europa. Gewoon winstgevend.
Ja, we voorzien spannende groei, maar een VC in een B2B-wereld die een hockeystick wil zien, dat voelde gewoon niet helemaal lekker. Dat is zo schaalbaar is het niet als je in een B2B zit. Ja, het is ja. Althans, dat denk ik ook. Dat klopt. Ja. Het kan... Niet op die manier. Ja, precies. Misschien wel op die manier. Ja, dat dachten we ook. En een andere was om een groot onderzoeksbureau zoals een Nielsen of Kantar of zoiets die wel een hip onderwerp zoals ons kan gebruiken en onze technologie. Maar dat lopen de beste mensen bij ons weg, joh. We hebben een heel stoer merk opgebouwd met leuke content marketing en wij durven trends te noemen. En we hebben wijze techie data. Ja, als je dat gaat laten verwateren in een Nielsen, dan lopen mijn beste mensen weg. Ja. Dus het moest een aparte investeerder worden die rustig ons wilde laten groeien, ons merk overeind wilde houden. En uiteindelijk kwam ik een van de newhouses van de familie tegen op een event waar ik presenteerde. En was toevallig de sportsafdeling van hun nam al contact op. Hey, dat Nuzu, dat wil ik eigenlijk wel hebben. Want die databusiness kunnen ze ook voor mijn sport doen. En toen kwam dat samen. Toen zei hij, ja, dit past wel goed. En ik vind eerlijk gezegd niet erg om ze nu dan een board meeting in de Freedom Tower te doen. Dat vind ik ook niet zo. Nee. Ik ook persoonlijk een beetje vooruit gaan. Ja, maar heeft jullie alleen maar goeds gebracht? Want het is een jaartje geleden. Je bent hard aan het groeien. We zijn het geld aan het investeren. Dat bedoel ik. En dat gaat spannend? Dat gaat goed. Ik vind het wel spannend. Het heeft heel veel nieuwe energie gegeven. Om na 11, 12 jaar ondernemen eigenlijk weer opnieuw bijna een start-up gevoel te hebben. Heel veel energie, nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe mooie dingen. Meer seniors op kantoor, wat ik heel inspirerend vind. Minder eenzaam daardoor? Als CEO, want dat hoor ik al vaak. Nou ja, dat kan wel. De oprichters, er zat dan echt een gat van 15 jaar of zo tussen de oprichters en de andere ouderen. En dat is nu veel natuurlijker. Ik denk dat het heel gezond is. Ja. Maar een groot bedrijf, het nadeel van een grote corporate investeerders, dat ze zijn wel relatief traag. En ze willen je graag helpen. Maar dat is dan meteen met hier 6 juristen. Die willen graag met je meepraten over een Chinese vestiging. Ja. Weet je, dat is weer even het nadeel wat we verwachten. Maar dat voel je ook echt. Dat maak je wel eens mee. Ja. 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 Hé, hey, maar je zei van, ze zeiden van, die data, dat kan je ook in de andere sport doen. Betekent dat je bedrijf eigenlijk een breder databedrijf aan het worden is? Stiekem wel, dat kan ik hier wel vertellen. Onze data warehouse hebben we gebouwd. Die wordt nu toegepast om alle data die Zuidsport hebben verzameld in Amerika. Die zit er nu al in. Die mengen wij met alle e-sports data van een andere partner. Waardoor we unieke inzichten hebben die belangrijk zijn voor het samengaan mogelijk van games en sports in nieuwe formats of vermengingen. Dus. En zij gaan letterlijk een sportsdatadienst vermarkten vanaf 15 januari volgens mij. En dat hebben wij helpen bouwen. Hey, ja, en zij zitten ook echt in de gewone sport natuurlijk. Echt sports, business journal, traditioneel uitgeven. Ja. Zit je dan ook, probeer die sweet spot te zoeken, met name commercieel, zeg maar in al, sport is natuurlijk heel populair bij heel veel grote merken. Ja, ja. En die kijken allemaal met argus ogen naar die e-sports. Ja. Is dat de sweet spot waar jullie naar op zoek zijn? Dat is wel een sweet spot waar heel veel groei in zit. Want er gaat natuurlijk bizar veel geld in de sport om. Ja. Ja. Nee, precies, bizar voor sport. Ze weten ook dat ze op een bepaalde manier traditioneel zijn. En sommige sporten verouderen een beetje qua publiek. Dus ze weten dat er iets moet gebeuren. Ook, hè? Dus... Ja, ze weten dat ze meer naar directe consumenten consumeren. Allemaal dingen waar games goed in is. Ja. En games is eigenlijk niet zo goed in het traditionele entertainment. Ja. En hoe ga je met media om en rechten voor je content? En hoe organiseer je nou die evenementen op locatie? Ja, precies. Zij kijken naar die e-sports event en denken, dat is saai. Wat een waardeloos gedoe. Dus daar vindt heel veel plaats. En wij zien het natuurlijk als een kans. Daar zijn ook heel veel vragen. En als er vragen zijn, dan moeten er ook antwoorden komen. En die kunnen wij helpen geven. Hey, maar geef eens aan wat je zegt. Zij, aan de ene kant de gewone sport zoals we die kennen, aan de andere kant de e-sports, die twee bij elkaar brengen. Wat hebben die twee met elkaar? Een beetje jaloezie. Een beetje jaloezie op elkaars businessmodellen. Hey, jij verdient miljarden met direct consumenteninkomsten op allemaal slimme manieren die ik niet goed ken. En andersom, ik heb heel veel videocontent, maar ik verdien er niks mee. En jullie verdienen heel veel met videocontent. Ja. En dat was eerst een beetje jaloezie. Maar nu ontstaan nieuwe partnerships daarin. En... Ja, wat wij moeten doen is zorgen dat we traditionele sportdata naast games, naast e-sports data kunnen zetten, zodat mensen
het in perspectief kunnen zetten. Want het is heel eng om je eigen domein te verlaten. En dat geldt beide kanten op. Maar dat, ik vind om met sportpartijen te werken, die hebben meestal niet veel geld zelf. Die komt van de sponsors. Ja. Maar het is natuurlijk wel reet interessant om met de NFL te werken en met een voetbalclub uit China en met Manchester City om de tafel te zitten. Ja, en dat doen jullie nu. Ik heb met Messi en Piqué mogen lunchen. Nou, dat was al een hoogtepuntje. Ja, ja, dat is een jongensdroom. Dat is zeker een jongensdroom. Nou, ik dacht van mijn bro. Hey, we zijn alweer een half uur onderweg. Ja, we zijn half uur. We zouden nog best een half uur door kunnen praten. Ja, leuk. Dat moeten we dan misschien een ander keertje doen. Ja. Nodigen we je gewoon over een jaar weer eens uit. Waar sta je dan? Ik denk dat we dan een lokale Chinese dienst hebben die goed draait. Echt gelokaliseerd achter de firewall. En meer kan ik niet zeggen, maar dat vind ik wel spannend iets. Ja, over twee weken ga ik naar China. Dat triggert het wel, maar dan ben je dus heel veel mee en hard mee aan het werk. Ja. Ja, spannend. Dat is ook weer spannend. Nou, daar willen we alles van weten. Ja, absoluut. Heel ontzettend bedankt. Okay. Hey, dankjewel. Ja, jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week weer. Dag.